Hebreo stuk 9 vanaf vers 1 tot vers 14. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het Aardse Heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht, en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het Heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was een gedeelte: het gedeelte van de tabernakel dat het Heilige der Heiligen werd genoemd. Vers 4... ...met een gouden wierookvat en de ark van het verbond... ...die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna... ...en de staf van Aaron die gebloeid had... ...en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid... ...die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Vers 6... Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel, echter, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Vers 8. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het Heiligdom nog niet openbaar was gemaakt of openbaar gemaakt was zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met hand is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren... maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom... en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Vers 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe... op de verontreinigden gesprenkeld... en heilig tot reinheid van het vlees... hoeveel te meer zal het bloed van Christus... die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft... Uw geweten reinigen, van dode werken om de levende God te dienen. Amen. Laten we bidden. Vader, wij komen tot u met vrijmoedigheid in de naam van uw zoon Jezus Christus. En Heer, wat een heerlijke verse hebben wij vandaag voor ons. Heer, help ons om door de Heilige Geest geleid te worden wanneer we deze verse bestuderen. Ik wil u bidden dat u ja, ons Christus als de gekruisigde voor ogen zult schilderen, dat we de diepte. En de kracht van dat offer mogen gaan zien. en de toepassing daarvan in ons leven mogen ervaren. door uw Heilige Geest. Heer, en ik wil u bidden dat u ook onze harten zult openen. de ogen van onze harten. zodat wij mogen zien, Heer, wat wij hier ja, te ontdekken hebben. Heer, open ons hart, open onze ogen. open ons verstand, zodat we mogen zien. ook vanuit dit beeld van de tabernakel. Heer, wat u tot ons wilt openbaren. over uw zoon Jezus Christus. Dank u wel, Vader. In Jezus naam bid ik u. Amen. Gaat u zitten. Vorige keer heb ik ook een inleiding gegeven op de Hebreeënbrief, Maar ik ga dat toch weer even doen. En dat is omdat het zo belangrijk is om de brief goed te begrijpen. Dat we niet slechts inzoomen op enkele versen. Maar dat we het brede plaatje eigenlijk te zien krijgen. De Hebreeënbrief heeft namelijk een functie: hij is geschreven aan een publiek. En die brief is geschreven met een bepaalde bedoeling. En ik zal proberen dat kort te doen, uh, omdat ik eigenlijk hoofdstuk 1 tot 6 redelijk heb samengevat vorige keer. En tegelijkertijd heb ik hoofdstuk 7 en 8 eigenlijk voor jullie volledig overgeslagen. Dus daar wil ik toch nog wat meer op inzoomen, zodat je weet van wat is nou de aanleiding van hoofdstuk 9. Nou, wat was ook alweer de algemene context van de brief? De Hebreeënbrief is geschreven aan een joods-christelijke lokale gemeente die onder druk staat. En ik ben niet de enige die dat zo, zo ziet. He, dat is eigenlijk wel de meest gangbare interpretatie... ook door bijbelcommentatoren van de Hebraïebrief. Ik zal niet zeggen dat iedereen het daarover eens is... want je hebt altijd verschillende visies en perspectieven. Maar in grote lijnen zijn de meesten het erover eens... dat de Hebraïebrief geschreven is aan een joods-christelijke gemeenschap... die onder druk stond, waarbij... Sommigen geneigd waren om terug te keren naar het judaïsme, naar het oude verbond. Waarom stonden ze onder druk? Nou, De druk voor Joodse christenen kwam van twee hoeken. Allereerst van binnenuit, vanuit het eigen gezin, vanuit het judaïsme zelf. De heer Jezus heeft dat ook aangekondigd. Hij zei, het, uw eigen huis zal verdeeld zijn, wie mij volgt. Hè, er zal verdeeldheid zijn tussen een vader en zijn zoon of een dochter en een moeder. Um, omdat sommigen de heer Jezus zouden aannemen als de Christus, als de Messias en anderen niet. En dat zou scheuring geven in Joodse gezinnen. In die zin was er een reden voor Joodse christenen om terug te willen gaan naar Mozes, naar het Judaïsme, naar het Levitisch priesterschap, naar de tempeldienst, naar de Oud-testamentische offers. Het zou in zekere zin een stukje harmonie kunnen brengen tussen hen en hun nog het judaïsme aanhangende gezinsleden. Dus die druk kunnen we denk ik wel begrijpen. En tegelijkertijd ontstond er in de jaren zestig ook een druk in het Romeinse Rijk. waar deze lokale gemeente onderdeel van was, zoals heel veel gebieden natuurlijk. Het Romeinse Rijk was enorm verbreid, een groot deel van de vroege kerk bevond zich in het gebied van het Romeinse Rijk. En we zien in de jaren 60 onder Nero dat er een vervolging uitbreekt tegen christenen, terwijl die vervolging er niet in gelijke mate is voor joden. Het jodendom werd geaccepteerd in het Romeinse Rijk als een nou ja, gedoogde religie, maar het christendom, zeker rond het jaar 63, begint in opspraak te raken na de brand van Rome. Het lijkt erop dat christenen daar de schuld van krijgen en vervolgens door een enorme. ...vervolging van christenen uitbreekt. Dus van buitenaf was er in die zin ook een reden voor de Joodse christenen... ...om te zeggen, ik ga mij toch weer meer identificeren met het Judaïsme, met het Jodendom... ...en niet langer Jezus volgen als de Christus. Nou, dat is het dilemma in de Hebreeënbrief. En als je het niet eens bent met deze... Gedachte, dan op zijn minst als je de brief zelf bestudeert, dan zie je dat de brief eigenlijk gaat over een vergelijking tussen het Jodendom en het Christendom, tussen het Judaïsme en het Christendom. Waarbij de auteur steeds opnieuw het punt maakt dat het nieuwe verbond, dat de Heer Jezus Christus, meer is dan het oude verbond, dan Mozes, dan Aaron. Jezus is meer dan de engelen die de bemiddelaren waren voor het oude verbond. De Joden geloofden, en dat is ook. Bijbels bevestigt in die zin dat het oude verbond was gegeven door bemiddeling van engelen. En de auteur van de Hebreeëbrief zegt in hoofdstuk 1: Ja, maar Jezus is de zoon, en de zoon is meer dan de engelen. En dan gebruikt hij oud-testamentische schriftgedeelte om dat aan te tonen. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 3. En dan zegt hij: Jezus is meer dan Mozes, als de bemiddelaar van het Oude Verbond. Jezus is een hogere bemiddelaar. Vervolgens in hoofdstuk 4 maakt hij het punt, Jezus is meer dan de sabbat. De rust die Jezus geeft is een diepere sabbatsrust dan de sabbat van het oude verbond. Dat is hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7. Daar maakt de auteur het punt dat Jezus een betere hoge priester is. Dat Jezus eigenlijk een priester is van een hogere orde dan het Levitisch priesterschap. Hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En in hoofdstuk 8 maakt de auteur het punt dat het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. Dus ik kom daar straks op terug, maar het punt is steeds opnieuw. Het nieuwe verbond is beter, Jezus is beter dan het oude verbond. En waarom doet hij dat nou? Hij doet het omdat hij wil laten zien aan die Joodse gelovigen die met dit dilemma zitten. Gaan wij ons volledig committeren aan Jezus als Messias? Of twijfelen we? Of gaan we terug? Of gaan we die beweging. Maken van een stap terugzetten. De auteur zegt steeds opnieuw: je hebt niets om naar terug te keren. Nee, het oude verbond wees vooruit op het nieuwe, maar ten diepste door nu te zeggen: Ik ga terug naar Mozes, ben je niet alleen ontrouw aan de Heer Jezus, maar zelfs aan Mozes zelf, die als hoogste doel had te zeggen: Ga naar Jezus. Dat is zijn punt. Nou, wat we zien in de Hebraebrief is dat hij steeds opnieuw deze argumenten maakt vanuit de Oud-testamentische geschriften. Dus het is niet dat hij een soort rationeel argument alleen probeert te maken. Nee, hij wil vanuit de Joodse Oud-testamentische Geschriften laten zien dat deze dingen aangekondigd zijn. En dat opnieuw bevestigt ons in het idee dat zijn publiek het Oude Testament voor gezaghebbend hield. en misschien twijfels had over het Nieuwe Verbond. Waarom gebruikt hij dan steeds die Oud-testamentische geschriften? Omdat zij die voor gezaghebbend houden. en wellicht willen terugkeren daar naartoe. met het excuus, ja, maar dat is geopenbaard door God. En de auteur zegt: ja, dat is geopenbaard door God. maar die geschriften getuigen van de komst van Jezus de dus Zoon. Nou, dat doet hij dus in hoofdstuk 1. wanneer hij het heeft over de Engelen. door Psalm 2 erbij te halen, Psalm 102, Psalm 110 en, en nog veel meer teksten. Hij doet het wanneer hij spreekt over Jezus als de diepere rust, als de diepere Sabbat, door te spreken over Psalm 95. Dan zegt hij: Maar heden, als u zijn stem hoort, verhard dan niet uw hart. En hij zegt: Daarom heb ik in mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan. En dan zegt de auteur: Zie je wel, God heeft dus kennelijk nog een dag bepaald. Want hij zegt: Heden, vandaag, wanneer u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet. En hij heeft gezegd daarna, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. En hij maakt eigenlijk dit punt, zie je, het volk Israël had dus kennelijk nog een rust te verwachten, die in een van de psalmen, honderden jaren na het instellen van de Sabbat, opnieuw wordt herhaald. Als u mijn stem hoort, verhard uw hart er niet, maar gehoorzaam om in te gaan in de rust. Wat is die rust? De rust is de rust van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wanneer hij het heeft over Jezus als de grote hoge priester, dan doet hij een beroep op Psalm 110, vers 4. Daar lezen we: De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt hij eigenlijk dit. Op het moment dat deze Psalm geschreven wordt door David, honderden jaren na de instelling van het Levitisch priesterschap. Kijk nu in jullie eigen geschriften in Psalm 110. Daar zie je dat er iemand is die spreekt en zegt: U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Dus we hebben een nieuwe priester te verwachten die niet een tijdelijk priesterschap heeft, maar een eeuwig priesterschap volgens een andere orde dan de orde van de Levieten. En op het moment dat er dus een andere Orde moet komen, niet alleen maar een nieuwe priester, maar een nieuwe orde van priesterschap. Dan betekent dat in feite dat er een nieuwe verbondsstructuur gaat komen. Dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest haalt uit Psalm 110 en zegt: zie je, hoe kun je zeggen, ik ga terug naar het Oude Testament, maar wat doe je dan met Psalm 110, waar staat: U bent priester tot in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek? En tot slot. Voordat we komen in hoofdstuk 9, maakt hij dat punt. Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Is meer dan het oude verbond. En dan, dan gaat de Heilige Geest, en de auteur van de Hebreeënbrief, waar de Heilige Geest doorheen schrijft, gaat Jeremia hoofdstuk 31 uiteenzetten. Fantastische verzen uit Jeremia 31. Ik lees die vers even. Jeremia 31 vanaf vers 31 tot 34. En al die versen worden geciteerd in de Hebreeënbrief. En dan, dan staat er in Jeremia 31. Vanaf vers 31, zie je er komen dagen, spreekt de Heer. dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. op de dag dat ik hun hand vastgreep. om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen. met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de Heer. Want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot aan hun grootste toe, de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Nou, daar staat nogal wat. Ik weet niet of dat je wel eens. Deze versen goed hebben bestudeerd. Maar hier in Jeremia 31. daar staan enkele beloften. die God honderden jaren voor de komst van Jezus geeft aan het volk Israël. door de profeet Jeremia. van de komst van een nieuw verbond. En ik denk je, wij zijn christenen. Wij zijn opgegroeid met deze teksten en deze interpretatie. Maar de auteur van de Hebrae-brief spreekt hier tot, tot als ware joodse mensen. die deze geschriften kennen en zegt, maar wat ga je dan doen? Met Jeremia 31. Zie dan wat God zegt door Jeremia. Er komen dagen spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een nieuw verbond. Moet je je eens voorstellen, hoe zou überhaupt dat eruit moeten zien? Doe eens even, stel je eens voor dat je helemaal niks weet van de komst van de Heer Jezus en van hoe het nieuwe verbond tot stand is gekomen. Hoe zou God een nieuw verbond moeten sluiten met dat volk Israël, wat helemaal bekend is met de wet van Mozes, met de ceremoniële procedures? Hè, en dat volk is gegroeid en dat verblijft daar in Israël. Hè, we hebben het Babylonische ballingschap, dat staat voor de deur. Er gebeurt van alles in Israël. En dan zegt te midden van dat alles... zegt God, ja, maar er gaan dagen komen dat ik een nieuw verbond sluit. Maar hoe gaat God een nieuw verbond sluiten? Zou hij dat kunnen doen door gewoon een nieuwe profeet te sturen? En die profeet zou dan zeggen, jongens, ik heb een heel nieuw verbond. Het is, het is überhaupt moeilijk om praktisch voor te stellen hoe God dat zou kunnen doen. En toch staat dat hier. Er, staat, er komen dagen dat ik een nieuw verbond zal sluiten. En dan zegt hij er zelfs achteraan, vers 32, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. Welk verbond dan? Staat er op de dag dat ik hun vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden? Dat wil zeggen het Mosaïsch verbond. Het verbond wat God had met Israël, bemiddeld door Mozes. Dan, zeg, dan zegt de Heilige Geest in Jeremia 31, maar er gaat een nieuw verbond komen. En dat verbond gaat kwalitatief anders zijn dan dat eerdere verbond. wat ik heb gesloten door middel van Mozes. Dus God kondigt aan: er gaat iets radicaal veranderen. in de structuur waarin ik met jullie een relatie heb. Ik ga een nieuw verbond sluiten met jullie. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten had. Waarom niet? Wat is er anders aan dit verbond? Dan staat er, dan zegt de, de Heer, vers 32b: Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Jullie hebben mijn verbond gebroken. Maar ik ga een nieuw verbond sluiten, wat anders zal zijn: wat kwalitatief anders zal zijn, wat een diepere. Kwaliteit zal hebben, wat diepere en betere beloften met zich mee zal brengen. En welke beloften zijn dat dan? Want de auteur van de Abreu-brief maakt hier een groot punt van in de hebreë stuk 8. En zegt: het nieuwe verbond zou als het ware gefundeerd zijn in betere beloften. En wat zijn die beloften dan? Er staan er. Je kan ze tellen, ik, ik tel er vier, maar je kan ze ook um, anders tellen. En dan, dan zie je er zeven. Er staat, dit zijn de beloften. Vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Zie, als je hierop gaat peinzen en mediteren, wat zegt God hier eigenlijk? Hij zegt, jullie hebben mijn wet gebroken, maar ik ga een nieuw verbond sluiten en in dat nieuwe verbond zal ik mijn wet in jullie harten schrijven. Waar heeft hij het over hier? Dit gaat over de Heilige Geest. Dit gaat over het werk van de Heilige Geest. Dit gaat over wedergeboorte. Dit is het werk van de Geest in wedergeboorte, waarin Hij het hart van een zondaar, het stenen hart, wegneemt en een hart van vlees ervoor teruggeeft, zoals Ezekiel ook zegt. Hier is een vooraf aankondiging van de belofte van de Geest. En het Nieuwe Testament spreekt daar vaak over, over de belofte van de geest. Maar hier, onder andere in Jeremia 31, zie je die belofte van de geest. Ik ga mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart schrijven, dat is één. En ten tweede, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zeg je broeder Christ, maar Israël was toch al? Israël was toch al het volk van God. Ja, maar wat zegt God? Ik ga mijzelf geven aan jullie op een diepere manier. En jullie zullen jezelf geven aan mij. Op een diepere manier. Hier, hier zien we eigenlijk een voorafschaduwing van wat Jezus doet aan het kruis. Hoe hij zichzelf geeft. Hoe God zijn zoon geeft. En hoe God daarmee zichzelf geeft aan zijn volk. En een, een volgende belofte die hier staat. Zij zullen mij alle kennen vanaf hun kleinste tot hun grootste toe. Dit is een belofte van het nieuwe verbond. Dat, dat zelfs de kleinste christen, de kleinste wedergeboren christen, kent God. Hoe? Door het werk van de Heilige Geest. Dat is iets wat in de 1 Johannesbrief wordt herhaald. U hebt de zalving ontvangen. U heeft het niet nodig dat iemand u onderwijst, want u zelf kent hem. Dit is een belofte die bevestigd wordt, die we terugvinden in Jeremia 31. En tot slot staat er, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Hij zegt, ik zal hun ongerechtigheid vergeven, maar niet alleen dat, ik zal niet meer denken aan hun zonde. Dit gaat niet alleen over vergeving, maar over rechtvaardiging. Dat wij bekleed worden in de gerechtigheid van Christus, waardoor God niet langer onze zonden ziet, maar de gerechtigheid van zijn Zoon die ons bekleedt. Het gaat over rechtvaardiging door geloof. Dus al die beloften die eigenlijk de kernbeloften zijn van het Nieuwe Testament, vinden we terug in Jeremia 31. En dan zegt de auteur van de Hebreeënbrief: maar hoe kan je dan teruggaan naar het oude verbond, terwijl het oude verbond belooft een nieuw verbond? Een nieuw verbond. Nou... De oproep van de Hebreeënbrief is steeds opnieuw, ga binnen. Commiteer je aan Jezus als de Christus. Commiteer je aan dat nieuwe verbond. Twijfel niet langer, hink niet langer op twee gedachten. Mozes of Jezus. Het Levitisch priesterschap of het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Nee, ga binnen. Dat, dat komt steeds terug. Hebreeën 2 vers 1, daar zegt hij, daarom moeten wij ons meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Hij heeft het over... Zo'n grote verlossing die wij niet moeten verontachtzamen. Dus met andere woorden, negeer het niet. Laat het niet zo zijn dat je het evangelie hoort en denkt... ja, ach, daar doe ik wel een keer wat mee, maar op dit moment twijfel ik. Nee, grijp je daaraan vast. Ga daarin binnen. Hebreeën 4, vers 12, of 11. Laten we ons beijveren om de rust binnen te gaan. Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Maar wat wel nodig is, is dat wij komen, dat we in geloof tot Hem gaan, dat wij die stap zetten. En dat wordt in de Hebreeënbrief opnieuw herhaald. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij, en dan komt hij weer, aan deze beleidenis vasthouden. Hou je vast aan die christelijke beleidenis, want daarin vind je die rust. En hij zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid, Hebreeën 4 vers 16, naderen tot de troon van genade. Nou, ik weet dat wij dat vaak als een bemoedigend vers zien om te zeggen, nou, ik ga weer bidden en dan mag ik weer gaan tot de troon van genade. Maar waarschijnlijk wanneer de Hebraïe briefschrijver dit schrijft, dan bedoelt hij niet, je mag altijd vrijmoedig gaan tot de troon van genade. Maar hij doet een oproep aan twijfelaars om zich te committeren aan het Evangelie van genade. Hij zegt, laten we dan gaan tot die troon van genade. Twijfel niet. Ga binnen in de rust. Ga tot de troon van genade. En ik heb vorige keer laten zien: en dat is misschien soms een wat controversiële interpretatie, maar ik geloof dat Hebreo Succes, vers 1 hetzelfde zegt. Hij zegt: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot de Messias laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. En heel veel christenen interpreteren dat als. Een soort volmaakt leven. Oh ja, het moet doorgaan tot de volmaakte heiliging. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Wat hij bedoelt is, ga door tot de volmaakte rust in Jezus Christus. Ga binnen in het evangelie. Dat is, in feite is dat, van het begin tot het eind van de Hebreeën is dat de oproep. En dan komen we nu, na een lange inleiding. Maar ik ga, ik ga niet vers voor vers dit hoofdstuk doornemen hoor. Maak je geen zorgen, dan zitten we hier vanavond nog. Maar dan komen we nu, na deze inleiding, op dit punt. En dat is misschien wel... Het belangrijkste punt van de Hebreeubrief, en dat is dit: Jezus is een beter offer dan alle offers van het oude verbond. En vandaag wil ik je laten zien hoe kostbaar het offer is van onze Heer Jezus Christus. Onze tekst, Hebree op stuk 9, kun je verdelen in drie delen. En ik wil die drie delen langslopen. Dus dit is niet een vers voor vers doorlopen van de tekst, maar dit is wel een deel voor deel doorlopen van ons schriftgedeelte. Er zijn drie delen. Deel 1 is Hebreeën 9, vers 1 tot 5. Het helpt als je dat voor je hebt in je Bijbel. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. Daarna Hebreeën hoofdstuk 9, vers 6 tot 10. En daarna vers 11 tot 14. Dat zijn de blokjes waar we naar gaan kijken. En het eerste blok is Hebreeën hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. En daar lezen we over de tabernakel. En nu weet ik dat christenen er soms van houden om de tabernakel te analyseren en te kijken naar al die onderdelen van de tabernakel... en wat zij betekenen als schaduw van het nieuwe verbond. En dat is niet iets verkeerds. Dat is heel go goed om dat te doen. Alleen de auteur van de Hebreebrief heeft dat doel niet. Hij heeft niet dat doel. Natuurlijk, er staan hele kostbare dingen hier. Hij beschrijft dat eerste verbond. Hij beschrijft de tabernakel. Hij beschrijft de kandelaar, de tafel met de toonbroden... Het gouden wierookvat, de ark van het verbond, de gouden kruik met het mannen, de staf van Aaron, de, de stenen tafelen van het verbond, de gerubs van God's heerlijkheid. Hij beschrijft stuk voor stuk de tabernakel en dan zegt hij toch erachteraan, vers 5, en dat is ook, ik ben eigenlijk wel blij met dat laatste stukje dat hij dat zo zegt, maar dan zegt hij, maar over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Ja, er is een tijd en een plaats om daarbij stil te staan, maar de -briefschrijver, maar dat is nu niet. die zegt, het is nu niet mijn doel om daarbij stil te staan. Het is niet verkeerd om dat te doen, maar dat is nu niet mijn doel. Dus wij moeten onszelf niet verliezen nu in alle betekenis van de tabernakel, maar proberen het grote plaatje vast te houden. Waarom noemt hij dit nou toch? Waarom noemt hij nou al die onderdelen van de tabernakel? Welke functie heeft dat in dit schriftgedeelte? Nou, ik ga stiekem toch eventjes iets doen wat hij niet doet. Als je de tabernakel bestudeert, en ik weet dat broeder Jacques dat volgens mij ook wel eens heeft gedaan hier, hè, met een model van de tabernakel, dan zie je hele mooie gelijkenissen met het Nieuwe Verbond. Maar het punt van de tabernakel is steeds opnieuw een schaduw van Jezus Christus. Elk onderdeel. Als je kijkt naar de tabernakel zelf, als een tent waarin God woont. te midden van het volk Israël. dan zegt het Johannes-Evangelie in Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het heeft onder ons getabernakeld. Het Griekse woord wat daar wordt gebruikt is hetzelfde woord. als wat in een zelfstandig naamwoordsvorm gebruikt wordt voor het woord tent. God heeft onder ons het woord heeft onder ons gewoon getent. Dus Jezus is de tabernakel in een soort symbolische voorafschaduwing. En als we, als we lezen over een kandelaar in de tabernakel. en de Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht van de wereld. dan zegt Jezus opnieuw: Ik ben de vervulling van die schaduw van de tabernakel. En wanneer we de toonbroden zien in de tabernakel. in dat heilige gedeelte. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 6: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En wanneer wij in de tabernakel al die voorhangsels zien, die blokkades, die obstakels, die deuren. dan zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 10: Voor waarvoor waar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. En wanneer we zien dat in de tabernakel er eigenlijk een soort pad is. Vanaf de voorhof, hè, daar een soort pad loopt. door het eerste voorhangsel, door het Heilige. dan naar het tweede voorhangsel, naar het Heilige der Heiligen. een weg naar die ark van het Getuigenis. dan zegt de Heer Jezus: Ja, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En wanneer we lezen over een gouden wierookvat. dan zien we in Openbaring hoofdstuk op 5 dat daar Heiligen zijn. 24 ouderlingen die zich. ...voor het lam neerbuigen... ...en die hebben elk een citer en een gouden schaal... ...vol reukwerk... ...en dat zijn dan de gebeden van de heiligen... ...en we zien dat dat reukwerk ook een symbool is... ...van de voorbeden... ...van de Heer Jezus... ...wanneer de hoge priester moest binnengaan... ...in het heilige der heiligen... ...moest hij reukwerk meenemen... ...en moest als het ware het heilige der heiligen... ...vervuld worden van dat reukwerk... ...een beeld van de Heer Jezus... ...die voorbeden doet voor ons... ...bij de troon van de Vader... En tot slot, wanneer we dan die ark van het verbond zien, dan zien we die twee geruvim, de, 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 de gerubs, die daar zitten met hun vleugelen. Die als het ware kijken naar die ark en als het ware proberen te zien wat daarin zit. En toch kijken naar een deksel en als het ware de tegenwoordigheid van God die daar sprak met Mozes over schaduwen en bedekken. En ze kijken naar die ark, ze kijken daar naar binnen en toch lijken ze niet helemaal te kunnen zien wat erin zit vanwege de deksel. En dan zien we in het Nieuwe Testament dat Johannes in Johannes 20, vers 12 beschrijft het graf van de Heer Jezus. En dan zegt Johannes in zijn Evangelie dit. Zij zag twee engelen. We hebben het over Maria, die binnengaat in het graf. Zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En dat is als het ware een knipoog van, van Johannes, de Evangelist, de Apostel. Die zegt: Kijk, die, die binnenste ark van het verbond. En die. Gerups daarop. Die keken eigenlijk naar het lichaam van de Heer Jezus. Daar vindt het de vervulling. Naar het evangelie, naar de opstanding van Jezus Christus. Daar waar de prijs betaald wordt voor onze zonde, Daar waar echte verzoening wordt gedaan. Maar als we eventjes een stap verder gaan, want we weten dat de tabernakel ten diepste een beeld is van het nieuw verbond van de Heer Jezus Christus. Maar als we eens uitzoomen en we kijken naar de tabernakel, wat valt nou op aan de tabernakel, aan al die onderdelen? En ik, ik heb dat samengevat met, met twee woorden, heerlijkheid en bedekking. Dat is wat ik zie als ik kijk naar de tabernakel, heerlijkheid en bedekking. Zie je, de tabernakel was een plek vol van heerlijkheid en dat wordt hier beschreven. Gouden kandelaar, een, een tafel met broden, een gouden wierook. Schaal, een, een, daarbinnen de gouden ark van het getuigenis, de mercy seat, de, de barmhartigheidstoel, troon als het ware van God. Het was een plek vol van heerlijkheid, van schoonheid, en tegelijkertijd was het een plek van bedekking en blokkade. We weten dat de voorhof ontoegankelijk was voor heidenen. Dus moet je eens voorstellen dat jij een Israëliet bent. Jij bent een Israëliet en jij woont in de woestijn in de tijd van de tabernakel. Ergens daar aan de binnenrand van een van de kampen heb jij jouw tent. En je hebt misschien een, een kennis vanuit een heidenvolk op bezoek. Hè? Ik verzin het allemaal. Maar stel je even voor: jij bent zo'n Israëliet en je hebt even een verre kennis die hè, niet van het volk Israël is. Die komt een keer op bezoek. Misschien een keer op vakantie tegengekomen of zo. Goed, komt op bezoek. En die zegt: Valt mij op dat jou, uh, jouw buurman heeft een hele grote tent Ja, maar dat. Dat is niet een tent van iemand, dat is de tent van God. Dat is de tent van de Heren. Dat is de tent van Yahweh. Dus God woont naast jou? Zo dicht bij jou woont God? Ja, God woont naast mij. Wow! Ik moet je je voorstellen, dat God je buurman is, die naast je woont. Dat was voor Israël was dat de ervaring. God woont daar in die tent, daar. Zeg, wauw, dus als jij een keer suiker nodig hebt of zo... en je moet even naar je... Dan kan je gewoon naar God gaan en dan klop je op de deur en dan... Nee, nee zo werkt het niet. Maar je zegt toch dat hij daar woont? Ja. Weet je wat, kom eens even mee. Kom eens even mee. Lopen we eventjes naar die tent toe. He? Jij met je heidense kennis daar naar die tent, naar die voorhof. Ik zeg, ja, jij mag niet binnenkomen, want je bent geen Jood. Oké, okay, oké, okay, maar mag ik misschien een blik werpen op dat huis van die God? Mag ik heel even zien hoe die God van jou eruit ziet? Ja, maar je gaat hem niet zien. Ja, maar je zei dat hij hier woont. Ja, hij woont hier, maar je gaat hem niet zien. Oké, okay, ik ga stiekem eventjes bij de poort, zwaaien de poort een klein beetje open doen, zodat jij naar binnen kan kijken. Maar je mag niet naar binnen. Heidenen mogen niet naar binnen. Oké, okay, is goed. Wat zou die zien als, de, als heel even die poort open gaat en die even naar binnen mag kijken? Wat ziet hij? Water en bloed. Dat zijn de twee dingen die hij ziet, het wasvat. Het koperen wasvat met water en het brandofferaltaar. Met al het bloed eraan van al die dieren die geslacht werden. Maar je zei toch dat jouw God daar woonde? Het enige wat ik zie is water en bloed. Ja, maar wij kunnen niet zomaar naar onze God toe. Dus hij is dichtbij en hij is ver weg. Dit is de ervaring die veel christenen soms ook hebben. Een God die dichtbij is en toch ver weg. Een God die nabij is en toch onbereikbaar. Er zijn veel christenen in Nederland, ook in de Bijbelbelt, die. Die elke week naar de kerk gaan. En als het ware dichtbij God zijn en toch zo ver weg God zijn. Het gevoel hebben niet te mogen deelnemen aan het avondmaal. Want ja, ben ik wel echt van God. Misschien herken je Misschien kom je zelf uit zo'n soort kerk. Maar dit was de Oud-Testamentische ervaring. Dat was de ervaring onder het oude verbond. Een God die dichtbij is en toch ontoegankelijk. Moet je voorstellen dat je voorstellen dat je dan toch naar binnen gaat. Zeg ja, oké. Okay. Jij kan niet verder, maar ik ga eventjes verder. Want het is fijn dat je als kennis even bent langsgekomen... en mij hebt herinnerd aan de pracht van onze tempel. Ik ga even binnenkijken, jij wacht daar buiten. Ga je naar binnen, misschien ben je leviet. Mag je naar binnen. Ook in de, in de tweede tent. Niet in het heilige der heiligen, maar in het heilige gedeelte. Om daar dienst te doen als priester. En dan, dan zie je meer van de heerlijkheid van God. En toch bedekking. Want ook daar zul je niet... De kern zien van wie God is. Ook daar kom je tussen twee gordijnen in te zitten en niet in, dat, in, die, in die plek waar Gods tegenwoordigheid echt rust. Daar mocht alleen de Hoge Priester binnengaan. Dus zie wat ik bedoel met het is een plek van bedekking. Er is een poort, dan is er een eerste gordijn, dan is er een tweede gordijn. En dan mag alleen de Hoge Priester één keer per jaar op de dag van Yom Kippur, de grote verzoendag, mag daar binnengaan met allemaal strikte procedures. Mag binnengaan in het heilige der heiligen. En wat ziet hij daar dan? Een ark van het verbond met een deksel daarop. En zelfs hij, de enige die daar binnen mocht gaan, kan niet zien in het binnenste van die ark. Snap je wat ik bedoel met de tabernakel? Het was een plek van heerlijkheid, maar ook een plek van bedekking. En dat is de grote lijn van wat het oude verbond is. Het oude verbond is een plek waar God zichzelf heeft geopenbaard... En tegelijkertijd een bedekking. Waar zit die bedekking hem dan precies in? En dan komen we bij ons tweede gedeelte, vers 6 tot 10. Want dan, dan gaat hij als het ware inzoomen op wat nou het probleem is van de offers van het oude verbond. Hij zegt: Dit dus was alles, vers 6, Hebreeën hoofdstuk 9, vers 6. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen, ging alleen de Hoge Priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed. Dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. En dan komt een belangrijke sleutel om te begrijpen wat de briefschrijver wil zeggen in vers 8. Let op vers 8. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk. En in feite is dat de grote boodschap van de hele tabernakel. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk wat. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zie dus, broeder Chris, is dat het doel van de tabernakel? Ja, dat is misschien wel in grote lijnen het hoofddoel van de tabernakel: is laten zien dat er een God is, is laten zien dat die God nabij wil komen, en tegelijkertijd laten zien dat de weg nog niet open is en nog niet geopenbaard is. En dan staat er achter: zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Dan staat in vers 9, deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. En dat is ten diepste wat God wil zeggen met het tabernakel, dit. Jij kunt niet naderen tot God op het moment dat jouw geweten niet rein is. Als broeder Chris geweten rein is, hoe, hoe kan ik een rein geweten hebben? Weet je wat voor zondaar ik ben, broeder Chris? Nou, dat weet ik wel, want ik ben er ook eentje. Natuurlijk leg, daar ligt mijn identiteit niet meer, maar ik kan me heel goed verplaatsen in het volk Israël. Die, die, die aan de ene kant ervoeren van God is dichtbij en tegelijkertijd God is volkomen ontoegankelijk voor mij. Niet omdat God mij niet wil bereiken, maar omdat ik een onrein geweten heb. Daarom. En er zijn veel christenen. En ik heb het niet over ware wedergeboren christenen. Maar ik heb het over hen die zich rekenen tot christenen. Die in de kerk zitten vandaag de dag in Nederland. Die deze geloofservaringen hebben. Ja, God is toegankelijk. Hij is nabij. En toch voor mij niet. Voor mij niet. Voor mij voelt het alsof God, ook al is hij zo dichtbij, onbereikbaar is. Waarom? Omdat hun geweten hen aanklaagt. En lieve broeder, lieve zuster. Er is maar... Er zijn maar twee manieren waarop je God kan naderen met een rein geweten. Twee manieren. De eerste manier is als je nooit gezondigd hebt en altijd volmaakt Gods wil gedaan hebt. Dat is een manier. Ik weet niet of er iemand is hier die op die manier God nadert of probeert te naderen. Ja, nu, nu, niemand steekt zijn hand nu op, hè? Maar ik zal je zeggen dat dit iets is waar veel christenen toch op deze manier mee omgaan. Echt waar. Ik neem maar als voorbeeld het avondmaal. Het avondmaal wordt gevierd in de christelijke gemeente, lokale gemeente ergens. Het kan ook hier zijn. En dan weet je van jezelf eigenlijk: ja, ik had niet zo'n goede week in mijn relatie met God eigenlijk. Misschien een beetje ruzie gehad met je vrouw. Misschien met je kinderen, wat spanning. Dingen waarvan je eigenlijk in je geweten wordt aangeklaagd. Dat heb ik niet goed aangepakt. En, ik, en het gaat boven cultuur stijgt dat uit. Dat is niet alleen in Nederland, ook in de Roemeense kerk. Zie ik dat vaak gebeuren? Dat dan ook broeders of zusters, van ik weet ze zijn wedergeboren. Het zijn kinderen van God. Ze geloven in de heer Jezus. En dan toch slaan ze het avondmaal over. Zeggen ja, maar ik heb het deze week niet goed genoeg gedaan. Dat is in feite wat ze daarmee zeggen. Herken je dit of niet? Is dit herkenbaar dat er mensen zijn die op die manier besluiten om wel of niet deel te nemen aan het avondmaal? Heb ik het goed genoeg gedaan of niet? Maar dat, dan zijn ze eigenlijk op die eerste manier aan het omgaan met het. Hebben van een rein geweten om tot God te mogen komen. Gelukkig, lieve broeders en zusters, is er een tweede manier. Zie je, het oude verbond was niet in staat om hen die de dienst verrichten met die gaven en slachtoffers. En dan gaat het over die Oud-testamentische offers, de dierenoffers. Was niet in staat om hem die de dienst deed, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. En dan heb je weer dat woord, volmaaktheid. Hebree op succes. Laten wij binnengaan in de volmaaktheid. Wat is de volmaaktheid hier? Een volmaakt rein geweten. De tweede manier om met een rein geweten te komen tot God is op het moment dat je geweten gereinigd is. Je geweten moet gereinigd worden. En de oud testamentische offers waren daartoe niet in staat. En daarom zegt de auteur van de Hebreeënbrief: daarom was de weg tot het heiligdom nog niet openbaar gemaakt. Waarom? Omdat de offers in het oude verbond niet in staat waren om het geweten te reinigen. Waren ze niet toe in staat? Ze waren wel in staat om, als het ware, op een ceremoniële manier het lichaam te reinigen. Ja, de Israëliet die zijn offer bracht die had ergens wel vanuit de de garantie... ja, ik heb mij nu gereinigd op een bepaalde manier... maar het was een reiniging die zich aan de buitenkant bevond. Ten diepste wist de Israëlit nog steeds... ondanks dat ik nu dit offer heb gebracht... mijn geweten is niet rein. Van binnen weet ik nog steeds dat ik niet rein ben. En was er onrust, was er blokkade, was er obstructie? Het is precies om deze reden dat we heel voorzichtig moeten zijn... Met christelijke systemen die ten diepste uitgaan van een oud-verbontische ervaring. Zeg, waar heb je het over, broeder Christus? Ik heb het bijvoorbeeld over het sacramentele systeem van de rooms-katholieke kerk. Want wat zij in feite gedaan hebben, is precies die oud ervaring van al die sacramenten opnieuw uitrollen met een soort christelijke saus eroverheen. Terwijl de ervaring is precies hetzelfde. De ervaring is precies hetzelfde. Elke keer opnieuw aan de Eucharistie. om weer opnieuw een soort reinheid te creëren. Elke keer weer opnieuw dezelfde procedures van belijdenis doen biechten. en soms ook penitentie. om maar weer een stukje reinheid te hebben. Terwijl dit was precies het probleem van het oude verbond. Dit was precies het probleem van het oude verbond. Het was een systeem waarin je steeds opnieuw dingen moest doen. die ten diepste van binnen je niet in het reine brachten met God. Maar die wel in zichzelf de schaduw droegen van een beter, een beter verbond. En dan komen we bij het laatste stuk. En daar wil ik ook komen tot een soort pastorale toepassing. Vers 11 tot 14. Vers 11. Maar toen is Christus verschenen. En waarom zegt hij dit? Maar toen is Christus verschenen. Er staat in vers 8. De weg naar het heiligdom was nog niet openbaar gemaakt. En er staat gaven en slachtoffers die niet in staat waren om het geweten tot volmaaktheid te brengen. Maar er staat in vers 11: Maar toen is Christus verschenen. Met andere woorden: Hij is wel in staat om die weg te zijn tot God. Hij is wel in staat om jouw geweten rein te maken. Om rust te geven. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige helsgoederen. En dit gaat nu niet over als het ware dingen die voor ons nog gaan komen. Nee, dit gaat over in de tijd van de tabernakel was die weg nog niet open... en stond de tabernakel symbool voor een toekomst. Een toekomstige heilsweg die in Christus geopend zou worden. Christus is verschenen. Hij is de hoge priester van die heilsgoederen. En dan staat er vers 12. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren... maar door zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En hij heeft daardoor... een eeuwige verlossing teweeggebracht. En nu, nu schiet hij eigenlijk... voor de auteur van de Hebreeënbrief... overtreffende trappen... tekort. Met zijn woorden gaat hij op zo'n krachtige manier... de waarde van het bloed van Jezus laten zien. Let goed op wat hij zegt. Vers 12. Door zijn eigen bloed... voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Wat wil dat zeggen? In het Oude verband moest elk jaar opnieuw moesten die offers gebracht worden. Ook op Yom Kippur om binnen te gaan in dat heilige der heiligen en de hoge priester was daar echt maar een kort moment binnen voordat hij er weer uit moest zijn en de rest van het jaar was daar niemand. Maar Jezus hij is binnengegaan in het ware heiligdom en hij gaat daar niet meer uit. Dat wil zeggen, hij heeft eens en voor altijd een overgebracht op grond waarvan hij tot in eeuwigheid daarbinnen in de tegenwoordigheid van God, kan zijn om voorspraak te doen. En broeder en zuster, ik weet niet wat jij voorstelt op het moment dat we het hebben over voorspraak doen. Ik had daar als christen, toen ik opgroeide in een christelijk gezin, ik had daar een bepaald verkeerd beeld van. Ik dacht. Jezus is mijn voorspraak bij de Vader, dus Jezus die zit eigenlijk daar bij de troon van de Vader en hij doet voorspraak voor mij, doet voorbeden voor mij, maar ik dacht dus dat dat zoiets was als dit. dat Als de Heer Jezus dan keek naar mij en zag dat ik weer een of andere dwaas iets aan het doen was, of een of andere fout had gemaakt, of een zonde had begaan, dat Jezus voorspraak deed door te zeggen als het ware, ja Vader, hij heeft een slechte dag vandaag, maar uh, hij is niet altijd zo, hoor. hij heeft ook goede kanten ofzo. Dat dat voorbeden is. Dat dat is wat Jezus doet. Misschien denk je dat ook wel. Dat Jezus als het ware steeds allemaal excuusjes aan het bedenken is voor jou. En jou soms toch een beetje jammerlijke leven. Maar dat is niet wat het betekent. De hoge priester ging niet binnen in het heilige der heiligen. Om, te, om allemaal excuusjes te geven van. Ja het volk Israël heeft weer gezondigd. En ze doen onbewust allemaal dingen verkeerd. Maar hier is het bloed. En, en, en dan. Hè? En uh, geef ze nog een kans, volgend jaar misschien beter. Maar dat was niet wat de Hoge priester deed. De voorspraak was niet gebaseerd op een soort vooruitzicht dat Christ of de Israëlieten het wel beter zouden gaan doen. De voorspraak was gebaseerd op dat bloed, op dat offer. Dat was het idee van de grote verzoendag. En dat is ook het idee van Jezus, die voorspraak is voor ons bij de troon van de Vader. Niet dat Jezus raak is, dat een slechte dag, maar uh, geef hem nog een kans, misschien volgende week. Staat hij er wat beter voor? Nee, Jezus, die is bij de troon van de Vader, zegt: Vader, ik weet dat Chris een zondaar is. Hij is een zondaar. Maar ik heb betaald voor hem. En zo staat Jezus daar voor jou. Zo staat Jezus daar voor jou. Niet excuses te bedenken voor jou. Nee, hij staat daar en hij zegt: Ik weet dat het een zondaar is. Maar ik heb voor hem betaald. Er is een beter offer gebracht. En dat offer is zo kostbaar en zo groot dat Jezus met dat kostbare offer wat hij bracht met zijn bloed voor eens en voor altijd binnen kon gaan. Hij hoeft het niet opnieuw te doen. Zijn bloed is kostbaar genoeg om voor alle gelovigen te betalen voor hun zonde voor eens en voor altijd. Niet alleen als waren mijn zonde uit mijn verleden. Besef je, trouwens dat toen Jezus stierf aan het kruis al onze zonden nog in de toekomst lagen? Je was nog niet geboren. Ik was nog niet geboren. Toen Jezus stierf voor mij toen stierf hij wetende dat ik nog zou gaan zondigen en hij heeft daarvoor betaald. Zijn offer is genoeg. En dan staat er: Hij heeft door eens en voor altijd, is hij binnengegaan in het heiligdom, vers 12b. En hij heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing. Niet de ervaring van elke keer weer opnieuw. Gewassen worden. Niet de ervaring van elke keer opnieuw Yom Kippur. En elke keer opnieuw een offer brengen. Niet de rooms-katholieke molen van rituelen uitvoeren. En als ik maar mee blijf draaien in de molen. Ja, dan ben ik misschien aan het einde van de reis behouden. Dat is niet. Dat is niet wat de Bijbel leert. En dat is niet wat hier staat. Wat staat hier? Hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Heb je die rust in je hart? Heb je die rust in je hart? Dat je weet, hij betaalt voor mij. Niet alleen. Voor de zonde die ik heb begaan. Niet alleen voor de zonde die ik vandaag bega. Maar ook voor de zonde die ik zal begaan. Hij heeft mij geaccepteerd. Mij kennende. In al mijn volheid. Hij heeft betaald voor mij. Wat een rust geeft dat als je dat weet. Dat Jezus voor jou betaald heeft. Dat hij jou gekocht heeft. Dat hij een, niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. En dan staat er vers 13, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe... Op de verontreinigde gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van het vlees. Vers 14. Hoeveel te meer? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. die door de eeuwige geest. zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. hier staat trouwens de hele drieënheid, als je goed oplet. De drieënheid. In, de, in het evangelie van Jezus Christus is de volheid van God. vader, zoon en heilig geest betrokken. Er staat in vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de zoon. Die door de eeuwige geest, de heilige geest, zichzelf smetteloos aan God, de Vader, geofferd heeft. Hoeveel te meer zal hij uw geweten reinigen van dode werken, let op, om de levende God te dienen. En dat is het hele punt. Dit is het punt van de Hebré-briefschrijver. Hij zegt, daar waar in de tabernakel de heerlijkheid bedekt was, verdwijnt in Jezus Christus die bedekking. Daarom zegt Paulus, bij Israël, die niet Jezus als Messias ontvangen, ligt er nog steeds een bedekking op Mozes. Maar die bedekking die verdwijnt in Jezus Christus. Daarom is het zo, dat op het moment dat Jezus aan het kruis sterft, het voorhangsel van de tempel scheurt en de bedekking weg is. En de weg is vrij om binnen te gaan. Waarom? Omdat Jezus heeft betaald voor onze zonden omdat hij heeft betaald voor een rein geweten. En het is zo verdrietig om soms christenen tegen te komen die zeggen: ja, maar broeder Chris, Jezus heeft dat wel gedaan. Maar je weet niet wat een zondaar ik ben. Je weet niet hoe ik God teleurgesteld heb met mijn leven. Je weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Het is allemaal in theorie, is het, het klopt, Chris. Het is zo, het is zo. Maar in de praktijk van mijn leven. Ja, jij kent mij niet. Jij weet niet wat voor zondaar ik ben. Zal ik je. Zou ik je iets vertellen? Weet je nog Petrus, de grootste apostel van de heer Jezus? Nou, de grootste, laten we zeggen, een van de meest intieme volgers van de heer Jezus. Petrus die zegt, heren, al zouden zij alle u verlaten. En dan wijst hij als het ware naar, zijn, naar de andere discipelen. Petrus was niet zo verlegen. Hij staat als het ware voor die andere discipelen en hij zegt, "Hoi, al, al die losers, die gaan u misschien wel verlaten. Hè? Al die falers, maar ik niet hoor. Zij hebben misschien een gebrek aan toewijding, maar ik niet, heer. Ik blijf bij u, wat er ook gebeurt. Zegt Jezus: Eer de haan drie keer gekraaid hebt, zult u mij drie keer verloofd Of als eer de haan gekraaid heeft, zult u mij drie keer hebben. En wat gebeurt er dan die nacht? Waarin de Heer Jezus wordt verraden, zien we dat Petrus Jezus teleurstelt en zichzelf ten diepste teleurstelt. Hè? Want Jezus wist wat er zou gebeuren. Jezus was niet teleurgesteld. Jezus wist uit wat voor hout Petrus gesneden was. Maar Petrus moest het nog ontdekken. Dus Petrus die nacht zo vol van zelfvertrouwen, wanneer de Heer Jezus voor de hoge priester staat, verraadt Jezus drie keer. En na die derde keer, dan staat er iets interessants in Lukas 22, vers 61. staat er dat op dat moment de haan krijgt en de Heer Jezus draait zich om. En hij maakt als zware oogcontact met Petrus. En Petrus kijkt in de ogen van de Heer Jezus. En op dat moment wordt hij overtuigd van zonde en beseft hij, Heer, ik, ik, ik heb u teleurgesteld. Ik, ik ben de grootste faler van al die apostelen. Niemand heeft u zo teleurgesteld als ik. En Jezus kijkt hem aan en Jezus weet, dit is de vervulling van mijn woorden. En precies die nacht, precies die ochtend, gaat Jezus het ultieme offer brengen voor Petrus. En niet alleen Petrus, wanneer Jezus daar aan het kruis hangt, zegt de Bijbel dat al zijn discipelen hem hebben verlaten. Jezus heeft het ultieme offer gebracht voor jou op het moment dat hij volledig bewust was van al jouw falen, van al jouw tekortschieten, van al jouw teleurstellende ervaringen richting God. Op dat moment zegt Jezus, maar het draait niet om jou, het draait om mij. Jouw geweten mag rein zijn, zelfs te midden van jouw grootste falen, niet op grond van jouw eigen werken, maar op grond van wat Jezus heeft gedaan voor jou. Heb je een rein geweten? Ik hoop dat je een rein geweten hebt vandaag. Niet omdat jij, nee, niet, je, je bent een zondaar, maar heb je een rein geweten omdat je ziet de prijs die betaald is voor jou? Heb je rust in je hart omdat je ziet wat Jezus heeft gedaan voor jou? En we hadden, het, ik hoorde vandaag over ziekte in de gemeente. En weet je, soms kun je in de stormen van je leven, waar het over ging, kun je zelfs in je eigen geloof zo teleurgesteld raken, zelfs in je eigen vertrouwen op God. Maar ik ben zo dankbaar dat het niet daarop staat of valt. Het staat of valt niet in de relatie die jij hebt met de Heer Jezus Christus. Het staat of valt niet met jouw geloof. Het staat of valt met zijn offer, met zijn trouw. En daarom geloof ik dat juist op dat moment dat Petrus ten diepste faalde voor zijn Heer, dat dat het moment was dat Jezus betaalde voor Petrus. De ultieme prijs. En dat had zich al vooraf schaduwd. Weet je nog dat moment dat Jezus liep op het water en Petrus zag Jezus lopen in de nacht op het water? En Jezus, hij wil hem tegemoet gaan. Petrus zegt, Heer, als u het bent, roep mij dan. De heer Jezus zegt, Kom. Petrus springt uit de boot, loopt over water. Iets wat onmogelijk is, iets wat symbool staat voor onze wandel in geloof. He, dat wij als christenen geroepen zijn tot een bovennatuurlijke wandel om te wandelen uit geloof. Dat wij kunnen wandelen in de kracht van de Heilige Geest, een leven van overwinning over zonde. En dan wandelt Petrus daar over water, iets wat niet zou moeten kunnen. En dan komt hij naar de Heer Jezus toe, die heeft gezegd: Kom. En dan begint hij zich bewust te worden van de storm om hem heen, en dan begint hij te twijfelen. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit eigenlijk? Hoe kan het dat ik op, op, op water wandel? En voor een split second begint hij te vergeten dat hij niet op water loopt omdat Jezus hem heeft geroepen, maar begint hij te denken: ik, ik loop op water omdat, omdat ik dat kan, of omdat ik geloof, of omdat ik. En hij begint in het water te zakken. Zijn eigen geloof begint tekort te schieten. En zo vaak zijn wij precies zo: zeker als je door ziekte gaat, kan het zijn dat je wordt aangevallen en begint te twijfelen: houdt God nog van mij? Is de Heer Jezus er nog voor mij? En ik hou zo van wat er dan staat. Dan staat er Petrus: hij zakt door het water en dan zegt hij: Heere, red mij. En dan staat er in het Grieks onmiddellijk. Steekt de Heer Jezus zijn hand uit, grijpt Petrus vast, trekt hem weer naar boven. En wat wil Jezus daarmee zeggen? Het hangt niet af van jou. Het hangt af van mij. Mijn werk staat vast. Mijn hand is sterk. Zelfs wanneer jouw hand slap is. Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. En lieve broeder, lieve zuster, wanneer jij zegt: Broeder Chris, maar je weet niet wat voor zonde er is in mijn leven. Broeder Chris, je weet niet wat voor zondaar ik ben. Weet je wat jij eigenlijk zegt? Jezus bloed is niet genoeg voor mij. Dat is wat je zegt. Als je, als je zegt, ik heb geen rust, want ik weet dat mijn zonde zo groot is, dan zeg je eigenlijk, Jezus offer is te klein voor mij. Zie je wat een belediging dit is voor het offer van onze Heer Jezus? Wat een belediging het is. Ten diepste, wanneer een christen zegt, ik neem geen deel aan het avondmaal, want ik heb het deze week niet goed genoeg gedaan. Maar heeft Christus het niet goed genoeg voor jou gedaan? En dat is op dit moment. De schande in de Bijbel belt wanneer er maar 10% van hun kerk of minder deelneemt aan het avondmaal. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben, ja, maar ik, ik, heb, ik mis iets, ik doe het niet goed genoeg. Maar ten diepste zeggen ze, Jezus' offer is niet genoeg voor mij. Val niet in die kuil, lieve broeder of zuster. De reden dat jij uitgenodigd bent aan de tafel is omdat Jezus heeft betaald. Omdat zijn bloed kostbaarder is dan al jullie zonden bij elkaar. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. Ontvang een rein geweten. Ontvang Jezus als jouw volmaakte offer. Als jouw zaligmaker. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat wij hebben stilgestaan bij de kostbaarheid van het bloed van Jezus Christus. Hij is het volmaakte offer, wat eens voor altijd gebracht is voor ons. Hij is het enige offer wat ons geweten kan reinigen, here. Heer, en toch zo vaak. Heer, worden we beïnvloed door onze eigen vleeselijke manier van religie uitoefenen? Heer, projecteren we als het ware een beeld van U op U, wat niet uit de schrift voortkomt, maar vanuit onze eigen angsten, vanuit onze eigen bezoedelde geweten, zeren. Maar datgene wat in geen mensenhart is opgekomen, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat is gekomen in het nieuwe verbond. Heer Jezus, ik wil u bidden dat een ieder hier die deze boodschap hoort, een rein geweten mag hebben, rust mag hebben in zijn hart op grond van het offer van Jezus Christus. Heer, en ik dank u dat dat de basis geeft van rust waardoor de geest ons transformeert. Dat dat de basis is waardoor heiliging vervolgens plaatsvindt, waardoor onze levens ook werkelijk praktisch heilig worden. Heer, maar het begint in die rust. Van het kennen van hoe kostbaar uw bloed is, Heer Jezus. Help ons om het ook met Pasen wat gaat komen. Help ons om daarbij stil te staan, Heeren. En help ons om steeds weer te beseffen dat U de volmaakte prijs hebt betaald voor ons. In Jezus naam. Amen.